Zeker bij andere sterren. Ja, gaaf. Alleen, ja, daar moeten ze zeker naar gaan zoeken. Ja, ze moeten er zeker naar gaan zoeken, de kinderen. Hey, en even terug van de planeten, Mars en exoplaneten, terug naar jouw ruimtestation, jouw huis. Want ik heb een vraag van Maaike. En Maaike die wil weten, spelen jullie ook muziek in de ruimte? ik heb een plaatje. Ik zou het niemand aanraden naar mij te luisteren, want ik ben gek op muziek, maar ik kan het niet goed spelen. Maar inderdaad, je ziet het hier. Dit zijn mijn collega's. Ik heb deze foto genomen. Dan Burbank, dat is mijn commandant in het midden, die speelt heel goed gitaar. Ik heb hem heel vaak horen spelen. Hij speelt ook in een band van astronauten. En Anton Skablerov heeft een keyboard. Dus een piano. Dus ja, zeker, we kunnen muziek maken. Want de lucht in het ruimtestation is dezelfde als bij ons hier op aarde. Dus de klanken zijn hetzelfde, je hoort hetzelfde. En het is heel leuk om af en toe eens muziek te maken. Ja, zeker. Ja. Hey, en Barry wil dan weten, kun je ook ruiken in de ruimte? Zeker, want net als ik zei, de lucht is hetzelfde. Dus ook geuren van het eten of wat dan ook. Die ruik je heel goed. En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik in het ruimtestation kwam, kwam ik in een oude module en het rook een beetje als een oude auto. En dan ook een machinekamer van een schip, daar rook het een beetje naar. De tweede keer kwam ik in een hele nieuwe module, kwam ik aan. En toen we het luik open te maken, was het net alsof ik in een nieuwe auto stapte. En het was allemaal nieuw materiaal. Dus je kan zeker ruiken, ook het eten. Ja hoor, je kan het gewoon ruiken. Ja. Hey, overigens, in het begin zijn veel astronauten kunnen niet zo goed ruiken. Want het komt omdat ze een beetje opgezwollen hoofd krijgen, een beetje verkouden gevoel hebben ze. Ja. En dan ruiken ze iets minder. Omdat veel vocht in de bovenkant, omdat vocht zweeft ook in je lichaam. Dan krijgen ze eerst veel vocht in hun hoofd. Dan ruik je ietsje minder. Net als iedereen die een beetje verkouden is.